Ik ben Teun de Stoop. Ik ben geboren en getogen ambachter. Ik mag hier lijsttrekker zijn van de SP ChristenUnie. Ik ben ook actief als wethouder in deze gemeente al sinds 8 jaar. En ik hoop er nog een aantal jaren aan te kunnen koppelen. En in de achterliggende periode actief geweest als lijsttrekker voor de SP ChristenUnie. Dat is hier in de NQ Ambacht lijst 1. Vandaag zijn de verkiezingen. Waar draait het om in Ambacht? Waar draait het om? Als SP ChristenUnie hebben wij met ons thema bouwen en bewaren ingezoomd op het bouwen. Aan deze gemeente moeten veel woningen gebouwd worden. Het bouwen van veilige, goed leefbare woonwijken. Maar ook het bouwen aan een hechte samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en ook zorg voor anderen op zich willen nemen. Maar dat is het bouwen. Daarnaast hebben we ook ingezoomd op bewaren. En dan gaat het over het bewaren van die eigenheid, die identiteit van deze gemeente. En daarom vinden we het heel erg belangrijk dat wij ook onze zelfstandigheid bewaren. Ja, want daar doen we misschien wat donkere wolken aan de lucht op. Er wordt al jaren gesproken over mogelijke samenwerking of samengaan met Zwijndrecht. Ja, het is zo dat wij op zich een goede samenwerking hebben met Zwijndrecht en ook actief samenwerken. De gemeenten zijn min of meer aan elkaar vastgegroeid. Dat komt met name ook doordat we samen de wijk De Volgelanden, een vindingslocatie waar 5000 woningen gebouwd worden, samen met Zwijndrecht ontwikkelen op ambachts grondgebied. Nu is het zo dat binnen die wijk door de malaise in de woningmarkt de tekorten oplopen. Dus we extra discussie hebben met Zwijndrecht van op welke wijze lossen we dat nu op. Wij stellen, als SGP ChristenUnie hebben we steeds gesteld, onze identiteit vinden we zodanig belangrijk dat wij gaan voor onze zelfstandigheid en het handhaven daarvan. Maar we moeten wel goed samenwerken met onze buren, want de gemeenten zijn elkaar gegroeid en hebben ook met elkaar te maken voor de volgende. De SGP ChristenUnie in Ambacht heeft nu 5 zetels. Wat verwachten we van de uitslag? Ik verwacht een positieve uitslag. We hebben een stevige campagne gevoerd in de achterliggende weken. Heel veel aandacht besteed aan het bereiken van mensen met ons materiaal en ook gewoon in gesprekken. Er is hard gewerkt en ik ben erg positief over het feit dat zoveel, ook veel jongeren, actief meegedaan hebben aan de campagne en allerlei initiatieven genomen hebben. Ja, na al dat werk rest vandaag nog bidden. En vervolgens vertrouwen op een goede uitslag vanuit ons trouwe achterban, kiezerscores. En daarnaast dat we met ons programma denk ik vele andere mensen ook aanspreken. Dus wij verlaten ons op Gods trouwe zorg voor ons. Mijn naam is Michiel van der Vries. Ik ben op dit moment wethouder voor het CDA in Hendrik Ido Ambacht. En ook lijsttrekker voor het CDA. En vandaag een spannende dag, want ik ben zeer benieuwd wat de uitslag wordt vanavond. En in ieder geval de ambitie om het wethouderschap voor te zetten. Nou, om daar gelijk even voor te borduren, wat verwacht u ervan? Het CDA staat nu op. Wij hebben hier 3 zetels. De vorige keer op niet zoveel stemmen na de 4e zetel eigenlijk verloren. Maar omdat we 2 raadzetels erbij krijgen, hoop ik wel dat we de 4e zetel terugkrijgen. Omdat we in Ambacht toch wel een behoorlijk vaste achterban hebben. Al zit er wel een soort vraag in wat met name onze Vinex-wijk doet. Maar ik heb toch de hoop om, ook gezien de resultaten die we de afgelopen jaar met het college en vanuit de coalitie hebben bereikt, dat we dat mensen dat ook wel weten te waarderen. Landelijk lijkt het CDA deze week een beetje uit de gratie. Verwacht u daar nog gevolgen van voor de uitslag hier? Natuurlijk zal dat effect hebben, maar desondanks hoop ik dat in ieder geval mensen zich goed georiënteerd hebben lokaal en ook echt een lokale keuze maken. Dus op basis van lokale programma's. En dan ben ik overtuigd van de kwaliteit van ons programma en met name ook de resultaten die we afgelopen jaar hebben bereikt en de betrouwbaarheid die we al jaren hier zijn als collegepartij, dat toch mensen dat weten te waarderen. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat als die er al zijn, de nadelige effecten, dat die beperkt zullen zijn. Nu staat u op de lijst in Hendrik Ido Ambacht als lijsttrekker. Misschien staat u al over een paar jaar in Zwijndrecht op de lijst. Wat zou u daarvan vinden? Ik ben lijsttrekker voor het CDA en Hendrik Ido Ambacht. En wij willen als CDA en Ambacht echt dat Ambacht een zelfstandige gemeente blijft. Ambacht heeft echt een bijzondere eigen identiteit. Een mooie groene gemeente, veilige gemeente. Gezellige gemeente, een gemeente waar mensen op een fatsoenlijke, normale manier nog met elkaar omgaan. Ik zeg natuurlijk niet dat dat in Zwijndrecht anders is, maar je ziet toch wel duidelijk verschillen tussen Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Kijk, samenwerking, daar zijn we absoluut voor. Op het moment dat dat een bepaalde meerwaarde oplevert voor onze burgers,
geen enkel probleem. Willen we samenwerken met één gemeente worden, dat is voor ons echt niet aan de orde. Straks werkt u misschien zoveel samen dat de provincie zegt van nou, dat laatste zetje dat geven wij jullie nog wel even. Wij zullen ons daar in ieder geval tegen verzetten, omdat wij vinden dat we gezien de schaal van ambacht, de financiële situatie van ambacht, voldoende bestuurskracht hebben om als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren.